te leuk om mee te doen met de NJK. Omdat ik het leuk vind om te kunnen kijken hoe goed ik nou ben ten opzichte van andere kinderen met een handicap. En omdat ik het gewoon heel leuk vind om te tafeltennissen. Omdat ik het gewoon heel leuk vind om ook met andere kinderen die eigenlijk ook een handicap hebben mee te spelen. En je merkt het eigenlijk niet meer, want iedereen kan nu gewoon tafeltennis op zijn eigen manier. En dat is gewoon super leuk om ook een keer tegen anderen te spelen in plaats van ja, tegen mensen die je altijd raar aan blijven kijken. En nou is het gewoon gezellig met z'n allen. Ja, daarom doe ik mee. Voor de ervaring en omdat het leuk is natuurlijk. En bij de later wordt het veel moeilijker en het is nu gewoon heel leuk om mee te doen. En te laten zien hoe goed ik ben, nou, hoe goed ik kan tafeltennissen. Dus de winnaar wordt gewoon Nederlands kampioen. Dus ik vind eigenlijk dat je als je zo'n kans krijgt om Nederlands kampioen te kunnen worden, moet je eigenlijk altijd het proberen. En het is gewoon super leuk met z'n allen. Het is eigenlijk een dag, ja, gewoon met z'n allen lekker tafeltennissen en wie de beste is, die wint. En dat is gewoon gezellig, gewoon met z'n allen gezellig tafeltennissen. Daar draait het voor mij ook om. En als ik win, dan win ik. Vind ik dat leuk. Verlies ik, dan heb ik een hele leuke dag gehad. Ik zou het leuk vinden dat paraspelers ook meedoen, omdat het leuk is en dan kan je ook andere kennis maken. Nou, er zijn zeker meer jeugdspelers die ook een beperking hebben en dan is er ook meer concurrentie en dan wordt het ook weer leuker. En zo kunnen hun ook hun talent laten zien. Met zoveel mogelijk meedoen, want dan is het, is het meer representatief voor heel Nederland in plaats van 6.